Hallo YouTube, ik ben Gletscher en u kijkt naar deze gloednieuwe video. En in deze gloednieuwe video spelen wij terug Minecraft Survival. Laten we maar eens beginnen, let's go! Zoals je ziet, ik was hier dus bezig. Hier staat mijn enchanting room die nog niet klaar is. Ik heb er een beetje aan verder gewerkt en zo. En hier is ons automatische furnace die niet zo goed werkt. En waar is deze item frame? Ja, die zet ik er ooit wel eens terug op of zo. Dus dit is ons automatische furnace room waar ik naald. Dus hier trots op ben. Dit. En kijk dat meneer hier rond. Nee, hij heeft niks meer van ons. En ik hoor niet zoveel Minecraft sounds. Even kijken. Oké, maakt niet uit. Dus anyway, mensen. Ik heb ook nog wat de koeiengebied voor. Heb je zo, kunt je hier misschien wel zien omdat hier. What the fuck komt hier uit? Man, ja, sorry, moet je niet zeggen. Dus je eigen schild dat je dan wordt gekild. Misschien, ik heb een idee. Zo, volassen. Nice. Volassen. Misschien is dat wel handig voor wat eten. En ik weet, ik ben eigenlijk zo aan het lullen deze episode. Wauw, ik ben... Oh, nog eten. Hier ook nog eten. Nice. Overal eten. Oh, oh. Maar, zoals je ziet, zit mijn inventaris nu een beetje vol. Ik ga hier gewoon even alles een beetje indroppen. We hebben de vorige episode de waterlift afgemaakt en ik heb wel een beetje verder gewerkt aan de waterlift, zoals je daar kunt zien. En dat is de waterlift dus. Best mooi om dan nu een platformpje, ik zal er eens naartoe gaan. Oké, en later ga ik nog gebruik maken van de AO, FPS erop, van dat platformpje, maar dat ga ik nu nog niet doen. Ah ja, juist, ik moet er zo op springen. Zo, is ze. Kijk mijn skills. Nou, ik had misschien eerst voorwaarts. Misschien ooit nog eens achterwaarts. Eigenlijk is de lift niet zo goed, maar oké. Het is bruikbaar of zo. Dus dat is dan de waterlift. Eigenlijk is een waterlift best onhandig. Dus dit is dan het platformpje. Ja, toch een best mooi uitzicht. En opvallend veel bomen. Die ik allemaal heb geplant. Maakt niet uit. Dus dit is het platformpje. Heb ik toch wel wat tijd ingestoken. Tijd, gewoon tijd, Wouter. Geen tijd, dat is Brugs, denk ik. Nee, Brugs, wat denk ik. Dat is Hand, dat is van Hand. Maar, en je weet, en daar is gewoon een forest, dat wist ik niet. Ja, mooi. En hier hebben we nog een paar bunnies, kunnen we later misschien gebruiken. En ik was deze episode van plan om verder te werken aan mijn basis. En bijvoorbeeld deze trap hier te gaan afwerken. Dus ja, laten we dat gewoon maar doen. Dus wat al zeker als eerst moet gebeuren, we moeten een laagje verder uitminen. Zo. Nice. Zo, we doen het gewoon zo. En ik dacht, misschien kan ik over een onderwerp praten. En deze keer zou ik toch wel praten over de vooruitgang van mijn kanaal. Mijn kanaal... zijn overlaatst heel veel subs bijgekomen. Zijn de vorige bij, heel veel subs voor mij is toch veel, 10 abonnees bijgekomen. Dat is heel mooi voor mij. Ik denk toch dat dat deels komt door Belgium Star Gaming, dus shout-out naar hem. Want hij heeft mijn video's gedeeld en dan leren zijn kijkers mijn video's ook weer kennen natuurlijk. En zo gaan we rond en ja, al dat. Dus ja, dat is gewoon best nice. Nu, alleen wel, ik heb dan wel kijkers erbij, maar de likes zijn dan weer minder. En dat is dan weer wel jammer. Ik heb precies een best like FPS. Ja, kom het wel. Ja, maakt niet uit. Ik heb toch gewoon een stabiele 30, dus ik vind het raar. Ik vind het echt raar. De FPS doet normaal, man. Oké, maar anyway, mensen. Ik vind het jammer dat er niet zoveel likes zijn, want ja, dat is gewoon jammer. Je ziet dan al die andere YouTubers met superveel likes. En ja, dat is dan toch wel jammer dat je dat zelf dan niet hebt. Ja, dat vind ik toch. En er zijn toch wel mensen die reageren, ah, goede video en zo, maar like dan gewoon. Ik ben nu niet zo iemand die het om likes te vragen, maar ja, likes zijn toch altijd welkom, zal ik het zo zeggen. En de laatste vraag wel eens mijn video's, kunnen we zoveel likes halen? En ik denk toch dat ik misschien mee ga stoppen met dat. Ik heb echt een enorm laag FPS. Echt raar. Zo. Dus het is ook niet alleen raar, ook best irritant. Ik heb hier echt een laag FPS in dit gebied. Zo. Nice.
Zo, en als ik dan stop met mijn, heb ik geen FPS. Alle dingen meer. Oké, raar maar waar. Anyway, nou, ik heb. Mijn FPS is toch best raar. Het kan komen door deze schaap hier allemaal. Ja. Dat is. Even kijken. Ah, mijn koekmutten is klaar. Kijk, ik heb trouwens al mijn dingen geworden. Ik al gezegd. En ik heb ook iron armor. Ik heb niet gezegd, denk ik. Nee. Of ik had het in de vorige episode gedaan, dat kan ook. Even hier naar boven. Sorry, ik vind het ook zelf lastig van de precies lage FPS. Nou, ja, maakt niet zo wel uit, denk ik. Ik weet eigenlijk niet waarom ik naar hier kwam. Als ik eerlijk mag zijn. Ja, zoveel maakt niet uit. Ja, Diamond Pickaxe, daar is wel een mooie plekje voor, Diamond Pickaxe. Zo. Maar anyway, kan ik hier gelijk slapen. Ja, mooi. Zoals altijd, slapen. Oké, maar anyway, dus we gaan weer terug naar boven. En ja, we gaan wat boompjes hakken, hè. Zoals we altijd doen. Altijd. Altijd zeggen. Geen altijd. Dat is brug of zo. Niks tegen brug. Gent, zoals ik brug. Ach, man. Wauw. Dus kan je lekker veel hout meepakken. Zo. Fascinerend, of niet? Ja, ik vind het ook best fascinerend. Dat je hout meepakt, weet je. En dat was trouwens een heel kleine boom dat ik net wegmijnde. En kijk, ook weer al die lage FPS. Ik ga gewoon de shunks... Ah, de shunks staan. Zo. Ik zet gewoon wel op 10, want... Ah, dat is nog een stuk beter, want er staat nog iets open. De livestream van Aioli staat open en ik ben er gewoon te lang niet te dicht gaan doen. En mijn Steam staat nog open en... Maar het is toch raar dat hij op 16 shunks niet echt zo stabiel... record, ja, maakt nu niet zoveel uit. Oké. Okay. Nice. We hebben lekker veel hout. We hebben 2 stack. Nice. Ik kan een 1,5 stack omtoveren in dit. Zo. Omtoveren nog wel. Ik tover het om nog wel, ja. Yeah. Ja, yeah, ik kan hier toveren. Dat is high-tech shit, je weet zelf. Ik ga al sinds heel veel trappetjes maken. Zo, en dan beginnen we hier al met trapjes. Nice. Nice. Mooi. Dan ga ik even naar de crafting table. Zo. Dan ga ik hier ook nog trapjes maken. Zo, 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 zo. Mooi zo. En dan hebben we nu 16 trapjes. Hopelijk is dat meer als genoeg, zo we niet te veel hout moeten verspillen. Al ja, verspillen. Het is voor onze basis natuurlijk, maar... Ja, jullie weten wat ik bedoel. Zo. En... Dus gewoon een stukje trap weggeglitcht ergens. Dat was raar, dat was nonnetje raar. Oké, maakt niet uit. Dat maakt eigenlijk wel uit, want ik heb het nodig. Ik ga trouwens wat andesiet zoeken in onze plaatselijke cave hier. Dus andesiet, waar ben je? Zo. Nice. En naar wat andesiet zoeken. Oeh. Ga dood, ga dood, ga dood. Zo, nice. Daar is nog wat andesiet, nice. Dus ik heb niet super veel nodig, maar ik zal toch wel redelijk wat minen. En ja, ik had natuurlijk aan mijn oor. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Ik vind van wel, moet ook gebeuren. Als je jeuk hebt, dan moet je krabben. Ja. Zeker in de tijd van muggen. Niet eigenlijk, maar ja, maakt niet uit. Oké, 16 andesiet, te lui om hier mee te pakken. Let's go, we gaan er gewoon vandoor. Maakt niet uit. Het is wel goed dat andesite toch redelijk veel te vinden is, want het is toch best veel te zien in onze basis. Oké, mooi zo. Verder. En ja, daar is Dyrite. Speciaal of zo, weet ik veel. Ik weet niet hoe ik dat zei, maar ja, het zal wel. Oké. Dus hier even vervangen door andesit. En als ik eerlijk mag zijn, denk ik niet dat we genoeg gaan hebben. Nope. Ik denk dat ik het gewoon, dit gewoon zo ga doen. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Zo, dan heb ik wel meer andesit nodig. Is hier, ja, hier is andesit, nice. Zo, dan pak ik deze gewoon even mee en vul ik dat op mijn kobbel. Geen problemen mee eigenlijk, nee. Oké, dus dat is de trap, ja, ja, mooi. Mooi, ik vind het zelf ook mooi.
Oké, dus ja, dit is mijn basis. Misschien ga ik mijn episode 10 een map download maken. Dat ga ik waarschijnlijk doen. Als er bij episode 10 5 likes zijn, dan ga ik een map download maken. Dat lijkt me een goede deal. Dat lijkt me een heel goede deal. Dus ja, hopelijk kan ik dan 10 likes halen. Zal gewoon 10 5 likes. 10 is misschien al wat veel. Ja, het is eigenlijk dat 10 veel is, maar accept it. Het is nu gewoon zo. En oh my god, ik heb geen cobblestone om het op te vullen. Jezus. En ah, wacht. Wacht even, ik heb er nog 3 nodig. Deze 3. Mooi op een rijtje. Nice! En dan ga ik nog even nog wat cobblestone halen. En ik weet, dit is niet de meest interessante video. Ja, ze kunnen niet allemaal interessant zijn, maar ja, gewoon ja, een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Let's go, ja. Wat kobbel, ik denk dat deze video ook niet te lang ga maken, want ja, joh. Het is wel een best lange trap, dus ja, hou daar wel rekening mee. Dat het dan ook een tijdje kan duren. En misschien moet ik ook al wat leaves gaan meepakken voor straks. Leaves. Leaves. Zo, dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Ja, dan moeten we het dan mee doen. Jammer. Is er nog wat. Ja, is er nog. Redelijk wat saplings gevallen. Redelijk wat. Met nadruk op redelijk wat. 5 is best mooi. Vind ik dan toch? Waar zal ik ze planten? Dat is wel een mooie vraag. Ik ga er nog eentje hier zetten, denk ik. En oh, ik heb honger. Ik heb er nu pas door. En ik kan 2 keer level 13 enchanten. Dus dat is gewoon mooi. Wauw, echt. Dat is vet. Ja, vet. Oké, ik heb eigenlijk op bed bijna heel dit gebied vol met acacia bomen gezet. Wauw. Ik moet ze allemaal nog eens een keertje aanmaaien, maar ben ik eigenlijk gewoon te lui voor. Wel best ergens, ja. Dus ik ga even mijn cobblestone hier pakken en dat aan de zijkant daar upvallen. Of ik pak gewoon gelijk alle andesite mee. Is misschien een goed idee. Ja, nice. Ja, waarom niet? Oké, even al die andesite mee pakken. Zo. Nice, dan moeten we niet helemaal terug naar de cave gaan daarin. Soms glitch met Minecraft, zoals je net zegt. Ja. Maar weet je wat ook probleem is als je op je 16 chunks speelt? Als je dan veel beweegt of zo. En het is logisch, want dan moet je Shinx heel het herladen en zo. Ja, dat is gewoon niet handig. Ja, ik heb eigenlijk geen zin meer om nog wat te pakken. Zo. Zo, nice. Hebben we toch wel een mooie tijdelijke voorraad. Zo, zo. Oeps, daar had geen blokje. Ja, zal ik niet veel van merken, denk ik. Tenzij er een cave spider spawnt, maar daar is de kans gewoon heel klein op. Ik denk dat zelfs die dingen niet random spawnen. Nee, denk het niet. Zo. Vier. Nice. En hoe ga ik net gen. Ik heb zelfs te weinig. Oh my gosh. Ja, dat is lastig. Aha, hier is mijn Akaza-dingen naartoe. What the fuck? Niet weglopen, hé, heerlijk. Oké, dus hier even wat andesite zetten. En die staat weer verkeerd. Geweldig. En dan kan ik eindelijk verder met het soort van verhaal van de game. Want ik wil gewoon een basisje hebben voor mijn dingen. Dus zo, de plafond is al helemaal gevuld. Nice. We moeten strak alleen nog maar de muur doen. En dat is net het grootste werk. Ik zal waarschijnlijk ook de muur misschien offscreen doen. Als ik dan. Eigenlijk is het wel dom dat ik zeg offscreen, want anders zou ik ze. Ja, boeien. Nu niet doen. Ja, dit is gewoon een perfecte hoogte. Nu, hoe ga ik het dan doen? Zo. Zo. Pas ik het zo, zo. Ik heb trouwens hier nog leaves. Ik weet eigenlijk echt niet hoe ik het zou moeten doen. Wacht. Dit lijkt me wel het beste. Als ik dan. Oh, ik heb niet idee. Dus wacht, we gaan eerst deze dingen allemaal wegdoen. Nee, wacht. Niet die dingen, niet die dingen. Deze dingen. Nee. Oh, what the fuck? Ja, laat het, we doen gewoon deze dingen weg. Fuck it. Fuck it. Die mag met het schip. Zo, oh. Ja, hier is geen trap meer natuurlijk. Ja, en zie hier de construction of de nieuwe trap, zou ik zeggen. Zo.
nice. En dan gewoon tot daar. En dan vullen we dit in met insight. Zo, deze ook. Dank u. Wel. Zo, zo, zo. Oh. Kut. Man. Plaats die fucking insight blok in die schoen. Jezus. Allee. Are you fucking kidding? Aha. Nice. Nice. Oké. Okay. Dan kunnen we hier gewoon verder. Ik ga gewoon allemaal omtoveren. Bouwen. Omtoveren. Ik ga ze omtoveren, mensen. Niet omzetten, ik ga ze omtoveren. Just accept it zoals het is. Ja. Daar ook. En dan wordt dit de basis. Kijk, wacht ze. Zo. 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 En ik ga hier nu de basis aanleggen. En dan ga ik de video afsluiten. Het is geen lange video, maar... Ah, ik ben net gestoken door hem in mijn hand. Fuck. Misschien had iemand het gezien, maar... ja, dat doet geen deugd, zeg maar. Ik ga trouwens ook even aan deze kant doen hier. En met al die cobblestone die ik dan hier verzamel... Kan ik dan... wat kan ik daarmee? Dan kan ik dat ene gat daarmee opvullen. En dat is toch wel very, very nice. Zo, nice. Grap. Geef mij echt. Zo, oké. Dan even met die polish inside. Oeh. Ik weet niet dat ik genoeg heb. Ik hoop het wel. Ik hoop het namelijk wel. Maar ik heb nog 16 hierna, dus... Dan kan ik weer al een nieuwe voorraad inside gaan halen. Misschien moet ik gewoon eens offscreen een diamond pickaxe helemaal kapot doen aan inside. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Dat is een beetje... ja, dom. Als ik het zo kan zeggen. Laat gewoon zeggen dat het dom is, ja. Dus dan is dit de basis. Ja, de basis van deze soort van trap dan. En wacht, de basis is nog niet helemaal klaar. Soort van. Onthoud, het is een soort van basis. Zo. Zo. Om de twee en twee maal toortjes zetten. En daar kan ik mee leven. Ja. Nice. En nice. Komt mooi uit. Mooi zo. Oké, dan heb je hier een mooie basis. En dan ga ik... denk ik jullie zo laten terugkomen. Wanneer heel de dingen klaar is. Dus dan ja, moeten jullie dat niet allemaal zien. Want anders is dat wel een beetje... ja, lang. Waarschijnlijk kijkt er niemand meer, dus ja, boeien. nee, nee. Misschien kijkt er iemand. Wie weet. Ah, mijn pik is zo net gebroken, ja. Ik had het gewoon met de hand doen, joh. Come on. We can do this. Oké, punt 2. We can do this for Sparta. Oké, nice. Dus dan hebben we ook weer gehad. Nice. Dan zijn we dit basisje hier al af. En hier een enchanting room. En dan ben ik van plan hier de kistkamer te maken. Met als enige ingang dit. En misschien hier een glazen wand te zetten. Oh ja, dat zou wel cool zijn. Ja, wow. Wow, oké. Maar anyway, ik zie jullie terug als deze trap helemaal klaar is. Tot straks. Dus mensen, de trap is af. En we zullen voor de allereerste keer... is omlaag gaan. Let's go. Ja, en voor de duidelijkheid, achter elke liefstruk nog een stukje hout is. Ik heb toch best wel veel boom moeten omhakken en dit ga ik misschien later nog veranderen. Maar let's go. We gaan nu gewoon naar beneden. We kunnen gewoon smooth naar beneden zonder problemen. En natuurlijk zeker ook naar boven zonder problemen. Zo. Nu, waarom dat er dan een waterlift is eigenlijk? Ja... Dat weet ik eigenlijk dan niet, want de waterlift is eigenlijk niet zo goed. Misschien dat we die ooit eens gaan wegdoen, maar... Ja, ik vind de waterlift nu toch best handig. Dus ja, misschien kunnen we ooit wel eens een keertje... een minecart lift van maken. Want ja, dit werkt niet super goed. Maar ja, voor dit heb ik natuurlijk wel parkour skills nodig. Die ik niet altijd bij de hand heb, maar weet je, laat gewoon de lift toch. En ik heb een leuke naam voor trap. Laten we de trap
de ginger trap noemen. No racism voor de duidelijkheid, maar ja, het is toch helemaal roze, dus ja, waarom geen ginger trap? Dus ja, dit is de ginger trap. En wat ik dan nog wil doen in de volgende episode, is hier iets rondmaken of zo, weet ik veel. En dan kun je nog later een pad maken, een tuin en zo, en farms. Super cool natuurlijk. Maar wat ik wel nu als eerste ga doen, is deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Vast een blauw duimpje en weer de volgende keer. En de volgende keer meer. Tot dan. En houdoe beter.